Hallo, welkom bij een nieuwe vlog van TTM TV. We zijn hier in Berlijn en onder dat doek staat de nieuwe Mercedes-Benz Actros. Ik ben benieuwd. Gisteravond werd heel fancy het doek afgetrokken van de nieuwe Actros, maar vandaag is tijd om ermee te gaan rijden. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog eens even goed naar de buitenkant van die auto kijken. Want wat is er nu precies nieuw aan de nieuwe Actros? Nou, dat valt aan de buitenkant eigenlijk best wel mee. Je ziet hier het ledlicht al een beetje flikkeren. Dat is nieuw. Maar er is verder geen nieuwe grill, wat we eerst dachten. Maar het belangrijkste kenmerk, en dat kun je misschien hier bij deze auto's wat beter zien, er zitten geen zijspiegels meer op. Maar alleen maar deze camera's. Aan de binnenkant zit een scherm waar je dat beeld op kan zien, maar dat gaan we straks nog wel even zien. Maar er zit nog wel een trottoirspiegel op en ook een frontzichtspiegel. Dat was nog niet te vangen met camerabeelden, zegt Mercedes-Benz. Dus dat houden we nog te goed. Welkom in de nieuwe Actros. We kunnen een kijkje nemen in het interieur voordat we gaan rijden. En daarbij moeten we vooral kijken naar dit gedeelte. Dit hele gedeelte van het dashboard is helemaal opnieuw ingericht. Dus echt de werkplek van de chauffeur is eigenlijk helemaal opnieuw ingericht. Nou, wat het meest opvalt natuurlijk is deze schermen. Zoals we gezien hebben, de mirrorcam zit daar. Die hebben hier absoluut helemaal niks meer. Geen spiegel, ook vrij zicht. En twee schermen, eentje hier, eentje daar. En ik heb heel helder beeld erin. En hier zitten ook wat streepjes, zodat je kan manoeuvreren. Er zit nu geen trailer achter, maar dat gaan we misschien straks nog wel zien tijdens het rijden. Verder opvallend, geen analoge klokken meer. Alleen nog maar digitale schermen. Eigenlijk zijn het tablets. Je kunt er ook achter met je vingers. Die zijn er in twee maten. Dit is de grootste maat, 12 inch. Maar er is ook eentje kleiner, die lijkt een beetje op deze. Deze is wel altijd vast. Nou, hier heb je alle mogelijke gegevens die je altijd al had, maar nu helemaal digitaal. Je kan er met de knopjes op het stuur kan je er doorheen, kan je dingen instellen. Je kan ook persoonlijke instellingen helemaal instellen zoals jij dat wilt. Ook je rijtijden en dergelijke zijn helemaal prima te zien. En dit scherm is eigenlijk voor de algemene multimedia en alle dingen die je hier hebt. Je kan hier ook doorheen swipen. Je telefoon, radio, media, smartphone, connect. Er zijn ook mogelijkheden om koppelingen te maken met fleetboard. Dat kan allemaal in dit scherm en in dit systeem. De verlichting kan ik bijvoorbeeld regelen. De verlichting van de auto, maar ook in de auto kan ik het licht aan doen als ik dat wil. Of ook de sfeerverlichting voor 's avonds. Kortom, er is ongelooflijk veel mogelijk en allemaal touchscreen, maar dat kan ook met dit systeem hier op het stuur, waarmee je eigenlijk kan swipen zoals je dat bij de Mercedes-Benz Sprinter ook al kan. Dus je hebt eigenlijk geen fysieke knoppen meer. Wat ook nieuw is, is de elektrische handrem met een heel hold functie of een hold functie. Dus als je ergens op een heuveltje staat, dan wordt hold ingeschakeld en dan kan je weer wegrijden zonder dat je heel veel gas hoeft te geven of zo. Hartstikke makkelijk. Een voordeel van deze schermen is dat ze altijd zicht bieden. Ook als ik 's nachts een gordijntje zicht heb. Normaal gesproken zou ik nou niet kunnen zien wat er buiten gebeurt. Maar nu kan dat wel. Want ik heb altijd zicht en ik kan ook met de knopjes die naast het bed zitten, kan ik 's nachts even kijken wat er op en rond mijn truck gebeurt. Zodat ik, dat er geen onverlaten aan je truck of aan je oplegger zit. Ik kan dat allemaal zien. En ook 's nachts is de lichtopbrengst die de camera heeft voldoende voor goed zicht. De nieuwe Mercedes-Benz Actros heeft keyless entry. Dus ik leg de sleutel gewoon hier neer. En ik start de motor met de startknop die hier achter de stuurkolom verborgen zit. En we kunnen gelijk van start. Dus daar gaan we. En ik moet gelijk al
gebruik maken van de Mirrorcam. Nou, zoals je ziet heb je in het scherm uitstekend zicht. Misschien nog wel beter dan met een spiegel. Het is een beetje alsof je thuis naar een tablet zit te kijken. Alleen is dit geen filmpje, maar real life. Met de elektrische handrem hebben we ook een hold functie. Die is nu ingeschakeld, dus als ik nu de rem loslaat, dan kun je gewoon vertrekken. Er zit geen tijdlimiet op, dus dat is heel erg makkelijk. Ik dacht dat ik heel erg zou moeten wennen aan de spiegels. Of het ontbreken van spiegels en de Mirrorcam, maar dit went heel snel. Je kijkt nog steeds intuïtief, niet meer iets verder naar links, maar gewoon hier en daar. Geen centje pijn. Of manoeuvreren, heel duidelijk. Het voordeel van deze schermen is ook dat ze nooit nat worden, hè, van de regen, zoals spiegels dat wel doen. Slecht zicht 's nachts, nooit meer last van. Manoeuvreren met deze nieuwe Actros en dit systeem moet ook een stuk makkelijker worden. Dus we gaan nu proberen om dit gele lijntje precies bij het blauwe objectje wat er ligt. En met het gele streepje staan we exact op tijd stil. Dit is echt hartstikke nuttig bij het laadhok. Kijk nou jongens. Jetzt noch wieder auf off drücken und das Lenkrad halten. We konden het net zelf al even rijden met Active Drive Assist, heel kort. Maar deze meneer, die nu omkijkt, die gaat dat zometeen voor ons doen op de autobaan. So, when I'm going on the motorway, you can take a look on the left display. When I start to blink, the lights became longer and I can good calculate the distance of the traffic following us. And after a while the lines disappear again. So here now I will use the other functionality. Also the possibility to change the style of my screen. We call it the interactive style, and here I can recognize in the display I have here the steering wheel in blue color. That means the system is working, and I see also when the system is working blue lines on both sides of the road. Yeah. You have the possibility not only to adjust the distance to the traffic or car in front of you, you have the possibility to make the distance shorter or longer. Yeah, with the left fear navigation pad, you have also the possibility to choose the preferred position in the lane. Yeah. So normally I prefer the right side, and so the active drive assist will position my truck on the right side of the lane. Independent of the active drive assist is the lane departure protection. Now when I switch off the active drive assist, you see it working when it's
steering wheel is making a little correction. I switch it off. Yeah. Be not concentrated for a moment. Yeah. Leave the lane. Active brake assist, versie 5. Het schijnt te werken, maar dit kleine jongetje is er wel een beetje stil van. Terwijl mijn collega's nog steeds rondjes rijden met de nieuwe Actros. Ja, hoe zou dat nou zijn? Rijden zonder spiegels. Nou, dat gaat heel goed alleen maar met camera's. Ik zeg dankjewel voor het kijken naar dit vlog van TTM TV. Geef een duimpje als je het leuk vond. En wil je nog veel meer vlogs zien? Dan kan je abonneren. Tot de volgende keer. Hoi!